Je hoort de vogeltjes weer fluiten, het zonnetje schijnt. Het mag weer, jongens. Ze mogen weer naar buiten. Er staat een nieuw jaar, een nieuw vol seizoen te wachten. En vandaar dat wij op pad zijn. Want we hebben een hele bijzondere aanvraag gekregen. En het heeft alles te maken met deze Meatball Volvo. Kijk, en daar zijn de eigenaren ook van de auto's. Ik neem jullie mee naar de Meatball Rally. Hoi, het Jan. Hoi, Wouter. Hoi, goeiedag. Hey, Anjo. Hey. Hallo. Anjo, Wouter. Kijk, hier staat het ook al. Anjo en Wouter. Albert is er niet. Die is er niet. Dat klopt. Jullie hebben een aanvraag gedaan. Ja. Ik voel me een beetje Gaston, want ik mag jullie verrassen. Vertel me eens, wat hebben jullie gestuurd in de e-mail? Nou, we misten een radio in de auto. Er zit een groot gapend gat in de auto. Dus ja, ik had Pernie een bericht gestuurd of ze een radio konden plaatsen. Ah ja, en ik kreeg een positief makkelijk stil zijn mailtje, dat scheelt weer. Maar ik bedoel, ik zie hier een Volvo staan. Jullie gaan niet meer rijden, maar waar gaan jullie mee rijden? We gaan mee naar de Rammelbakkerreis. De Rammelbakkerreis? Rammelbakkerreis, ja. Het is een reis van, wordt georganiseerd door de organisatie Rammelbakkerreis. En dat is een grote organisatie waar ongeveer 100 auto's meedoen. Allemaal zulke opgepimpte, toffe, mooi gemaakte auto's. En dan gaan we 7 dagen door heel Europa heen. Ik ben helemaal gewrapt. Ik zie een beetje de martini kleuren erin. Dat klopt. Ja. Eén, toch even benieuwd, hè. Wat heeft ze gelopen? 7 ton. 700.000 kilometer. Ja, 730.000 kilometer. Mooi, ja. En jullie moeten natuurlijk heel erg lang met elkaar in de auto zitten en anders moet je elkaar de hele tijd gaan praten en jullie zoeken muziekje. Is muziek toch wel lekker, hè? Muziekje onderweg is wel leuk natuurlijk. Zeker. Ja. Heb ik een verrassing voor jullie. Wij gaan jullie auto meenemen naar de jongens van Fortuin. Dus ik zeg, stap maar in, let's go! En je weet zeker dat het veilig is? Ja, zeker. Werkt die toeter ook? Nou, let's go dan maar! Ja, we zijn er, Roma! Oh, holy smoly. Hoppakee. Oh, weet je, hoe komen we hier vanaf? Gewoon springen, denk ik. Ja, zeker. Dat dacht ik al. Ja, heren, hier mogen jullie hem laten droppen. Ja. En dan krijgen jullie in de winkel van Fortuin uitleg wat er met de auto gaat gebeuren. Zijn jullie klaar voor? Zeker. Blijf je sleutel maar in, zit iedereen? Zit er nog in. Helemaal. Top, gaan wij naar de winkel. Ja, let's go. Top. Anjo, Wouter, hou je vast. Dit is het Walhalla dat autoradio's heet. Kijk, daar staat hij ook meteen. Lars, goed je weer te zien. Zeker. Hey, hallo. Hey. Nou ja, we hebben een wat speciale aanvraag gekregen van deze heren. Heeft alles te maken met de rally waar ze mee gaan rijden en hun Volvo. Ja. Daar weet je als goed wat van, want jij gaat ons helpen inbouwen. Dat klopt. We gaan een nieuwe radio voor jullie monteren met eigenlijk alle multimedia mogelijkheden die je tegenwoordig wil hebben. Oh, hetzelfde wat ik in mijn auto, die confetti toen in. Ja, bijna wel. Alleen dan een vast scherm, zonder dat je je telefoon erin hoeft te klikken, kan je dus aangekomen met het vaste scherm wat we gaan monteren, kan je gelijk uit de voeten. Dit is eigenlijk stiekem gewoon nog mooier, hè? Je krijgt toen nog wat groter display. Tuurlijk, jullie hebben weer geluk, jongens. Maar even, want ik zie, je zegt enkel din, dubbel din, dus als je hem aan de zijkant ziet. Ja. Je kan dus, als je maar één poort hebt, kan je toch een groot scherm. Is dat het? Ja, het is dus inderdaad een modulair systeem eigenlijk, zoals we het noemen. Je hebt een enkel din chassis die in elke auto eigenlijk kan plaatsen waar de standaard autoradio in gaat, zoals we die altijd al die jaren kennen. Met daarnaast de mogelijkheid om een extern display te monteren. Daarmee krijg je dus de vrijheid om een plek te geven buiten de auto waar je hem normaal gesproken niet in zet. Dus dit scherm zou je ook los kunnen koppelen, kijk of ik het goed begrijp. En die zou je dus ook elders, bijvoorbeeld bij het dashboard of de voor of eronder. Ja, door middel van deze frames kan je inderdaad het systeem iets aanpassen. In sommige auto's wil je het display echt naar voren hebben, dus dat hij echt uit het gat komt. Zodat het, ik heb hem het liefst op het dak van de Volvo, dan heb ik er ook wat aan. Dat lijkt me daar zit er ook net iets te kort voor. We zijn er een beetje gelimiteerd. Maar je krijgt de mogelijkheid om toch wel een groot scherm eigenlijk in elke dashboard te monteren. Nou gaan ze door heel Europa heen met een tour met allemaal auto's. Ja. Zit er een navigatie op of wat voor navigatie gebruiken jullie? Meestal Waze. Waze, daar ben ik ook fan van. Kan je gewoon Waze erop knallen? Ja, je hebt gewoon de mogelijkheid tot Apple CarPlay en Android Auto. Dus op dat moment kan je gewoon je telefoon aankoppelen en elke navigatieapplicatie die je al jaren gebruikt, of Find It, kan je gewoon aan. Wat ze hebben met spraakmemo's, dat soort dingen? Ja. Jullie rijden al Volvo, dat is al veilig. Ja. Wij van Pioneer maken het nog iets veiliger. Liefde is samen een autoradio inbouwen. Kijk, zie je bezig zijn. Ah, jullie lachen in ieder geval nog. Gaat het goed, heren? Ja? Kijk. Jullie moeten het wel goed met elkaar vinden zo, hè? Ja, is goed. Aardige jongen. Ik zie de draden, ik zie het plafond is er helemaal uit. Is dat ook voor de telefoon en zo, speakertjes, weet ik het? Telefoon, bluetooth, microfoontje, DHB-antenne. Jullie doen geen half werk, hè? Nee,
Lekker bezig. We zijn, als het goed is, zijn ze al aardig ver. We gaan even kijken bij de heren. Heren, hoe staan we ervoor? Lars, hoe gaat ie? Ja, goed. Hij lacht nog steeds. Ja, natuurlijk. Oh, is dit het momentje? Dit is hier het momentje. Mag ze erin? Mag ze erin? Ik krijg een flashback. Is dit het moment? We gaan het nog even proberen. Oh jongens, dit is het moment, hè? Dit is het moment. Ja, ja, wat gaat er nu precies gebeuren? We kunnen in dit hoofdmenu kunnen we gelijk kiezen tussen de sources. Dus we kunnen kiezen tussen DAB, FM radio of Bluetooth. Bluetooth radio. Op het moment dat je Spotify op de telefoon hebt zitten, kan je ook Spotify gaan bedienen. Daarmee ook je playlistjes aan gaan uitzoeken. En vanaf hier kan je ook nog naar externe AV-selecties. Die hebben we nu niet aangesloten, daar heb je nu niks op zitten. Maar als je een AUX-aansluiting zou hebben, of een iPod, of een camera, alles kan er eigenlijk erop en eraan. Netjes. En via het home-menu word je eigenlijk altijd alles bediend. Hieronder hebben we de USB-aansluiting gemaakt om de iPod aan te sluiten. Oh ja. Of de Android-telefoon, op het moment dat je gebruik wilt maken van CarPlay of Android Auto. Oké. Netjes. Er is nog een microfoontje zitten voor de Bluetooth. Oh ja. Kijk, al mooi. Perfect. Helemaal compleet. Heren, zijn jullie daar een beetje blij mee? Ja, fantastisch. Ja? Zeker. Zal het een stukje beter rijden tijdens de tour? Echt wel. Jullie weten hoe alles werkt? Ja, helemaal. Ja. Nou, mij bedankt, maar ik denk, nou ja. Dankjewel voor de support. Hartelijk gedaan. Ga je ons volgen? Tuurlijk. Ja, dat dacht ik wel. Dan gaan we dit volgen. Zal ik gewoon weer bovenop springen? Ja, okay. Heerlijk, hè? Zo'n Volvo kan dat hebben gewoon, hè? Oh. Wel die radio aan, hè? Nou, muziek hebben. Was zo saai op deze. Eerst aftrappen voor het nieuwe seizoen, jongens. Hoogje mutje. Dit was hem weer. Misschien tot de volgende keer weer. Bye, bye, see you guys.